Een nat begin van deze donderdag. Het is nu zo'n 7,5 graad in Den Haag. En op de weg staan er files op de A4, N44 en de N206. Dit is het TV West ochtendnieuws van donderdag 20 oktober. Een hele goede morgen. Straks een overval op een portiekwoning in Den Haag. Maar eerst grote problemen voor wethouder Spil uit Zoetermeer. Deze wethouder is gisteravond onder politiebegeleiding naar huis gebracht. Dat gebeurde na een informatiebijeenkomst over een nieuwe moskee in de wijk Zegwaard, waar de emoties opnieuw hoog opliepen. Zo'n 200 wijkbewoners kwamen af op een bijeenkomst van de gemeente. Het was de tweede rumoerige bijeenkomst over de bouw van de nieuwe moskee. Onze dierbare Zoetermeerders in de wijk Zegwaard en Noordhoven willen geen moskee. Het is niet waar. Heldere taal op een bijeenkomst in Zoetermeer gisteravond. De plek in Zegwaard, waar de moskee moet komen, is door de gemeente al in 1989 aangewezen voor de bouw van een gebedshuis. Nu de plannen concreter worden, staan bewoners op hun achterste benen. Opvallend is dat Zoetermeer al meer dan 5 jaar een moskee heeft in de wijk Meerzicht. En daar heeft niemand problemen mee. Zou het dan koudwatervrees zijn in Zegwaard? Maar ik vraag me af, waar komt die informatie vandaan? Want... Nou ja, ik heb hetzelfde bewoners gevraagd. Oké. Nou, misschien dan net de verkeerde bewoners. Wethouder Spiel is na de informatieavond dus door de politie naar huis gebracht. De wethouder wil hier verder niet op ingaan, omdat hij geen mededelingen doet over zijn veiligheid of die van zijn gezin. Begin volgende maand praat de Zoetermeerse politiek verder over de komst van de moskee. Aan de Hoefkade in Den Haag is gisteravond een portiekwoning overvallen. De overvallers zijn met een onbekende buit gevlucht. De politie is gelijk een zoektocht begonnen in de omgeving, maar er is nog niemand aangehouden. De Hoefkade is enige tijd afgesloten geweest voor sporenonderzoek tussen de Jacob Maristraat en de Pieter Lasmansstraat. Den Haag is op zoek naar plekken waar ASO-woningen neergezet kunnen worden. Dat zijn wooncontainers voor mensen die veel overlast veroorzaken in de stad. De mensen die er komen te wonen zijn al jaren bekend bij de zorg- en hulpverlening. Ze leven nu op straat, in woonvoorzieningen of in een gewoon huis waar ze veel overlast veroorzaken. Door ze apart te laten wonen kunnen ze beter worden geholpen en heeft de rest van de stad er minder last van. Hoeveel Haagse wooncontainers er komen is nog niet duidelijk. Vrachtwagens mogen sinds kort als proef over de busbaan langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de A4 bij Leimuiden. Beroepschauffeurs zijn hier blij mee. Voor de Vereniging van Onderneming in Alphen gaat de proef niet ver genoeg. Zij blijft zich inzetten voor een verdubbeling van de gehele N207 tussen Alphen en de A4, zodat alle verkeer over 2 keer 2 rijstroken kan rijden. Wie borstkanker heeft, wordt het best behandeld in het Bronnevo ziekenhuis in Den Haag. Dat vinden patiënten, blijkt uit een landelijk onderzoek van onder ziekenhuizen van weekblad Elsevier. Het is voor het eerst dat de ervaringen van patiënten tegen het licht zijn gehouden. En bij dat Bronnevo ziekenhuis in Den Haag staat onze verslaggever Renate Sonneveld. Goedemorgen Renate, wat is het geheim dat het Bronnevo zo'n uitblinker is in het land? Nou, het geheim zit hem vooral in het feit dat het kleinschalig is. Er is hier één team, het MAMA-team, dat echt gespecialiseerd is op dit gebied. Dat team dat bestaat uit 3 gespecialiseerde verpleegkundigen en 2 chirurgen. En iedere patiënt die hier met een borstkankerindicatie of klachten of zorgen terechtkomt, komt ook bij dat team uit. En iedereen wordt dus ook door dat team bekeken. En kennelijk schept dat vertrouwen bij patiënten. Als verpleegkundig specialist ontvangen wij de patiënt als eerst op de polykliniek. Daar waar noodzakelijk proberen we zoveel mogelijk geruststelling te brengen. Want iedereen komt hier toch binnen met angst van oh jee. En op het moment dat alle onderzoeken zijn gedaan, beeldvorming en dergelijke, dan is de schakel naar de chirurger om chirurgisch in te grijpen. De kracht van ons team is dat er nu toch kleinschaliger werken, dit ziekenhuis. Er zijn korte lijnen, dat iedereen elkaar goed kent. Dat de patiënt als het ware aan de hand wordt genomen, maar ook telkens weer dezelfde gezichten terugziet.
Ja, Elsevier heeft 93 ziekenhuizen in Nederland onderzocht, eigenlijk op allerlei aspecten. En daaruit kwam ook naar voren dat het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer er financieel het slechtst voor staat. En ook het Groene Hart ziekenhuis in Gouda doet het op financieel gebied niet zo heel erg goed. Maar moet ik wel bijzeggen dat dat helemaal niet zegt over de kwaliteit van de zorg. Dankjewel, Renate Sonneveld bij het Bronnenval in Den Haag. De voorbereidingen voor een landelijke OV-staking gaan gewoon door. Verkeersminister Schultz van Hagen heeft beloofd met de vakbonden te gaan overleggen over de aanpassingen van het stadsvervoer. Maar die toezegging gaat de bonden niet ver genoeg. Gisterochtend werd haar ministerie in Den Haag geblokkeerd door 30 stadsbussen. De chauffeurs protesteren al langer tegen de aanbesteding van het openbaar vervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. De minister wil met de bonden om tafel. FNV-bondgenoten neemt de uitnodiging aan, maar gaat door met de voorbereidingen van een landelijke OV-staking. Volgens een woordvoerder moet eerst de verplichte aanbesteding van tafel. Dan pas willen de vervoersbedrijven helpen om een deel van de bezuinigingen in te vullen en hun geplande acties af te blazen. Saskia Kriekhuis is weer terug als directeur van het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag. Dat heeft ze Omroep West laten weten. Kriekhuis werd op non-actief gesteld nadat ze werd beschuldigd van fraude en dubieuze declaraties. De rechter bepaalde dat de grond voor deze beschuldigingen niet ernstig genoeg zijn voor een schorsing. Sinds dinsdag werkt Kriekhuis weer voor het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag. Dan sport. Bokster Marichelle de Jong uit Waddinxveen heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap boksen voor vrouwen in Rotterdam. De Jong, die uitkomt in de klasse tot 69 kilogram, was in de kwartfinales veel te sterk voor de Duitse Nadine Apetz. Met het bereiken van de halve finales is de Jong inmiddels verzekerd van een bronzen medaille. De Waddinxveense komt morgen in actie in de halve finales. En daarin moet ze het opnemen tegen Katarzyna Furmaniak. En die komt uit Polen. Dan een blik op de ochtendkranten en begin met AD. De Haagse politie is een fraude op het spoor waarvan de armste Hagenaars het slachtoffer zijn geworden. Via een corrupte ex-medewerker van de gemeente werden zeker 10 mensen in de schuldhulpverlening doorgestuurd naar een bedrijfje dat de slachtoffers niet hielp, maar juist verder financieel uitkleedde. De Telegraaf schrijft over ondernemers in de Scheveningse Keizerstraat. Die zien de toekomst met vrees tegemoet. Steeds vaker krijgen ze te maken met werkzaamheden van de gemeente. En panden komen in toenemende mate leeg te staan. De afgelopen jaren is de straat tot 2 keer toe voorzien van nieuwe stenen, waardoor alles op de schop moest. En ook de werkzaamheden aan de boulevard zorgen ervoor dat potentiële klanten de straat maar moeilijk kunnen bereiken. En dan Den Haag Centraal. De Haagse Toren op de bovenste verdieping van het Strijkijzer, dat is de wolkenkrabber aan het Rijswijkseplein, komen onder die naam een bar, restaurant, nachtclub en vergaderruimtes. Na de oplevering in 2007 bleef het stil rondom de toren. En initiatiefnemer Elwin Giel, bekend van De Tempel, Asta en Cocon, wil daar nu verandering in brengen. Het kwam met bakken uit de lucht vannacht en overal liggen ook enorme plassen op de weg. Blijft het zo nat, Huub? Nou, vanochtend in ieder geval nog wel. Het klopt, er vielen hier en daar flink wat buien. Er kwam ook zelfs nog wat onweer voor vannacht. Maar in de loop van de dag wordt de buiigheid minder en vanmiddag kan het op meerdere plaatsen droog blijven. Dat alles bij een west- tot noordwestenwind. Die wordt vandaag overwegend matig. En de temperatuur blijft nog aan de lage kant. Ook vandaag wordt het niet veel warmer dan ongeveer 11 graden. En dan de verkeerssituatie. U ziet het rijdt redelijk door. Toch zijn er wat vertragingen waar u rekening mee moet houden. Onder meer op de A4 van Delft naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en de brug over de Oude Rijn. En dat kwam door een eerder ongeval. Verder ook op de A13 is er een sprake van langzaam rijdend verkeer. En ook op de N44. Dat is de weg van Wassenaar naar Kerkenhout en Leiden-Zuid. Kijkt u voor de actuele verkeersinformatie onderaan in beeld of op onze website. Ons programma Tis Wat heeft deze week een serie over bijzondere verzamelaars. En we zagen eerder al de puntenslijpers van Henk, de telefoons van Harry en de theelepels van Nel. Nou, vandaag Chris en zijn grote liefde voor tractoren. Ja, een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja, maar wat doe je ermee dan? Ze staan hier. Ja, verzamelen.
U ziet het vanaf 4:15 in een nieuwe aflevering van Tis Wat en dat is na het nieuws. En tot zover deze uitzending van het TV West Ochtendnieuws. Meer nieuws uiteraard op onze website westonline.nl. En dan nog even kijken bij Sander Otters op 89.3 Radio West in West wordt wakker. Het komend uur meer over de N207 waar vrachtwagens ook over de busstrook mogen rijden. En wij zijn er straks weer met vanaf 9 uur meer nieuws over ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken die zelf moeten gaan schoonmaken. Misschien tot straks en anders wens ik u een hele fijne dag.